zo, oh zo, ik dacht dat je erin zit. Nee, want dan zit ik voor jou. Dat hoort hem niet. Is hij aan? Hij is aan. Mensen, historisch moment. Ik ben met Jaap plaatjes aan het draaien. Ja, dat had vooral te maken met het feit dat het Trent de Muller was. Maar, nou. Nee, we wilden een beetje een vreemde eend in de bijt in deze test. Nou ja, tenminste voor hem vreemd. Voor mij is dit heel vreemd. Het is een platenspeler, ja, het is maar... streamen, het is gewoon vinyl. Met een twist. Ja, nou ja, het is een Macintosh. Ja. Ik weet niet of deze. En dit is niet alleen maar platenspeler, maar het is ook... Bluetooth. Versterker. We hebben, ja, we hebben het niet aangekregen, Bluetooth. Maar... nee, ik kreeg hem niet geperkt. Maar dan hier ook hij iets... heeft Bluetooth en hij heeft optisch in, co-signaal in. Hij heeft AUX en het leuke is, de platenspeler is van VPI. En, voor de vinylkennis van onder u gerenommeerd merk. Ja. Dit apparaat kost 8,5 duizend euro. Maar dan heb je dus wel alles in één. Met een hoofdtelefoon aan het gang en een remote control. Ja, dat is best bizar. Het is wel raar om een plaatspeler te bedienen met een remote. Nou ja, alleen maar het volume. Kijk, het is natuurlijk eigenlijk een versterker. Met een plaatspeler erop met gebouwd. Versterker. En hij is muisstil. Ja, het is echt bizar. Doe het grote probleem met een, heb ik ervaren met plaatspelers, is van, kijk dat ding maar eens een keer ontpromt. Ja. Al het uitlussen, al het gedoe. En ja, Macintosh heeft het zo opgelost dat het ding gewoon echt... ja, hij is echt muisstil. En hij klinkt ook nog echt... Goed. Hier zit een Sumico. Een Sumico, ja. Nou, wat ik leuk vond, kijk, bij die eerste set, hè, daar waren we echt aan het klooien. En dat is hobby. Ik vind het prachtig om daarmee bezig te zijn. Van nee, dit is het niet. Waar ligt dat dan? Waar zitten ze voor een schakel? Hoe kunnen we dat veranderen? Ander kabeltje, ander spiekertje, ander versterkertje. Ja. En uiteindelijk kwamen we tot een set van ongeveer 6000 euro, schat ik in. Ja. Die gewoon echt lekker speelt. Bij dit ding is het echt omgekeerde wereld. Ja. Nou ja, Macintosh en Solus Faber. Solus Faber even een pluim geven. De Sonetto 3. Wat een dingen zeg. Mwah, wat een fijne speaker is dat. En we hebben de Sonetto 1 natuurlijk al lang getest op Alpha Audio. Macintosh en Solus Faber zitten bij dezelfde importeur, Savor Audio. En die hebben daar een uitstekende keuze gemaakt. Want jeetje, wat is dit een goede 3,500 match. 3.500 euro samen. Ja. De speakers, hè? Ja, ze dus zitten rond de 11. Dus twee keer zoveel als de vorige set, maar ja, we gaan natuurlijk ook een stap omhoog. Maar dit was echt aan, play, klaar. Ja. Het is echt een mooie set. Ja. Ja. Mij viel op, deze plaat is relatief nieuw. Dan is het ook gewoon stil. Ja. Het speelt echt stil. Alle effectjes zijn gewoon goed hoorbaar. Ben ik nu ineens om voor vinyl? Maar nee. Steeds meer. Maar ik begin het wel te snappen. Het kost even tijd. Hij was een paar jaar geleden nog vinyl hater. Nee, dat ben ik niet. Zei, nou... dat ben ik niet meer. Nee, hij is nu richting neutraal, positief, voorzichtig. Ik ben pH-neutraal geworden, fono-neutraal. Ja. Maar een leuke set, 11.000 euro. Ja. Het doet echt nog meer dan plaatjes spelen. Zullen we iets vertellen over de versterkertechniek? Ja, doe jij dat maar, want... ja, vertel dus, het. Er zitten twee buisjes in, dat is de preamp. Het is een buizen preamp en het is een klasse D eindversterker, 50 watt in 8 ohm, 80 watt in 4 ohm. Ik denk niet dat je hem super zwaar moet belasten, maar ja, vandaar de magische match met Sonus Faber hier. Dat is gewoon heel goed. Ja, want dit kan echt hard. Gewoon, het kan echt. Ja, het kan echt hard. Ja, leuk set. Aanradertje voor de vinylfan. Ja, we zitten dus hier bij Paulus in de hi-fi kamer of high-end. Oh ja, hi-fi. Nou, dit gaat toch wel redelijk hoog aan met de Diego's. Ja, dus naast mij, dus zeg maar, dat is de, niet de reference serie van AccuFace, maar dit komt ook een heel hele buurt. Een rijtje esoteric, dus volgens mij zit hier bij elkaar, dan kan je heel wat... kan je mooie Mercedes S-klasse verkopen. Ja. Ik kijk aan tegen een Burmester set, waar je ook u tegen zegt. En daarachter staat weer een set met Piega 802's en een stapeltje Macintosh. Ja. En daar zien we nog een Macintosh Integrated, ja, die ik waarschijnlijk niet in mijn eentje naar buiten krijg. NAD Master Series. Nee, dus hier ligt echt wel heel mooi spul te spelen.
Ja. En het fijne, het gaat nog niet, dit is dus één ding. Stekker erin, klaar. Aansluiten, plaatje erop. Ja. En spelen maar. We gaan naar boven, naar de high-end. Ja. Ook nog even luisteren. Accuface. Bye bye.